gekrapt. Want... Zanger Freddy Bircet brengt na 4 jaar nog eens een album uit. Bircet koos voor 19 Franstalige liedjes van onder meer Jacques Brel, Joe Dassin en Gilbert Bécaud. En de opnames voor de cd die vonden plaats tijdens 2 concerten in de Antwerpse Arenberg Schouwburg. Freddy Bircet brengt met Chanson à la carte XXL 19 Franstalige liedjes. Bij het album zit ook nog een live dvd, die hij in oktober opnam in de Antwerpse Arenberg Schouwburg. Voor Bircet een uitstekende locatie. Die zijn heel goed verlopen. We hebben dus 3 uitvoeringen gedaan, 2 avondvoorstellingen. Zodat we natuurlijk heel veel materiaal hadden om te kiezen welke de mooiste beelden waren, ook het best qua geluid was. In het verleden werkte Bircet onder meer samen met Helmut Lotti. Toch is hij vooral bekend van rustige luisterliedjes, die hij per gitaar meestal solo bracht. Ditmaal koos hij voor Franstalige chansons, een logische keuze. Ik kom uit een tweetalig gezin en daarmee een beetje de liefde voor de Frans muziek, vooral voor chanson. Op het album vinden we zowel klassiekers van Adamo en Jacques Brel als moderne nummers van Patrick Bruel. De meeste liedjes komen van Gilbert Bécaud en Joe Dassin. Absolute favorieten van Freddy Bircet. Dat zijn er 2 van de velen eigenlijk. Hè. Laat ons zeggen dat ik hou van melodieuze Franse chansons die we eigenlijk nu niet meer zoveel horen. Want de jonge chansonniers die maken andere, veel vlakkere melodieën. Dat maakt dat ik natuurlijk Bécaud heel graag hoor, Moustaki, Brel, Sardou ook heel mooi, Joe Dassin enzovoort. Ja. Chanson à la carte XXL is nu overal verkrijgbaar in supermarkten en in de betere platenzaak. Zometeen nemen de collega's van Dag TV het van ons over. Nog een prettige middag en graag tot straks vanaf 6 uur. Dag.